Welkom bij dit filmpje over Photoshop. Mijn naam is Mike en ik ga even kijken naar het werken met lagen binnen Photoshop. Ik open daarvoor even een afbeelding, een bekend schilderij. En ik zou graag boven dit schilderij, of op dit schilderij, allemaal teksten willen plaatsen. Teksten komen vaak voor. Ik pak daarom het tekstgereedschap en ik laat de lettertype, puntgrootte en kleur zoals het is. En ik voeg zo mijn eerste tekst toe. En met het zwarte pijltje kan ik die tekst verplaatsen als ik dat wil. En dat komt omdat hij op zijn eigen laag staat. Omdat hij op zijn eigen laag staat, waar ik het oogje voor aan en uit kan zetten, om hem eventueel visueel zichtbaar te maken of niet, kan ik nu die tekst op zijn eigen laag staat, kan ik hem verplaatsen en mee doen wat ik wil. Ik zou natuurlijk een nieuwe laag kunnen maken. In het laagpalet de tweede knop van rechtsonder voegt een nieuwe laag toe voor een andere tekst. Maar deze laag is bedoeld voor gekleurde pixels. Misschien om dingen te plakken uit een andere foto of misschien op deze laag te schilderen. En dat wil ik niet. Dus ik sleep deze laag net zo snel als dat die kwam. Dit keer op het eerste knopje van rechts, het vuilnisbakje. En daar laat ik hem op los. En dan is ook die laag weer weg. Ik wilde juist nog een tekstlaag hebben, dus ik pak het tekstgereedschap en plaats hem nog een keer. En zo typ ik de tweede tekst. En dat zou ik natuurlijk de hele tijd zo kunnen doen, door een tekstgereedschap te pakken, hier neer te zetten, de tweeling, om zo de lente compleet te maken. Er is een betere manier om dat te doen. Je zou van een bestaande laag dat ding kunnen oppakken, en kunnen loslaten op de knop voor een nieuwe laag. Dan wordt er een kopietje gemaakt. En dat kopietje dat zit precies op de oorspronkelijke. En als je hem eraf sleept, dan zou je hem daarnaast neer kunnen zetten. Nou, hier wil ik de tekst veranderen. En om dat te doen, dubbelklik ik gewoon in het laagpictogram van die betreffende laag. En in dit geval begint de zomer met de kreeft. Die schaar zo voor zijn hoofd. Ik ga dat nog een keertje doen. Naast de kreeft zit natuurlijk, eventjes kijken, daar zit hij met zijn vuist op tafel. Je kan ook in de tekst trouwens klikken. De leeuw kan ook, moet je nauwkeurig klikken. Maar het kan wel. Zelf vind ik toch het dubbelklikken op de laagpictogram prettiger. Dat is wat veiliger om zo maar te zeggen. En de maagd is de laatste van de zomer. Nou, zo dupliceer ik deze laag eigenlijk nog een paar keer. De herfst begint met de schorpioen. En deze dupliceer manier, om zo maar te zeggen, is wel het meest snel. De weegschaal, even kijken, weegschaal, yes. Nou, dan sluiten we hem af met nog een laag en dat wordt... Iemand, wat wordt dat? Natuurlijk de boogschutter. Zo staat die meneer ook erbij. Nou, de laatste doen we er ook nog maar eventjes bij. De steenbok. En even kijken om de winter compleet te maken. De waterman. En als laatste de vissen. Dan is het... klaar. En dan zou ik eigenlijk die lagen willen groeperen. En dat doe ik door in het lagenpalet hier onderop te klikken op dat derde icoontje van rechts. En dat creëert een groep. En daar ga ik al deze lagen inzetten. En dat doe ik door de eerste te selecteren. Pak ze allemaal met Shift. Dus de bovenste, Shift ingedrukt en dan de onderste. En ik sleep ze op die groep en dan worden ze daarin gezet. Als je die groepnaam dubbelklikt, kan je hem bijvoorbeeld de dierenriem noemen. Nou, voor die groep zit een klein haakje. Als je daarop klikt, klapt die in. Dan heb ik netjes allemaal lagen opgeruimd. De kracht van het werken met die laag is natuurlijk dat je er eentje kan pakken en kan verplaatsen. En alles nog mee kan doen. En dat is wel fijn, dus ik wil die lagen zo lang mogelijk loshouden. Maar ja, als je er heel veel hebt, dan heb je 100 lagen. En dan is het toch fijn dat je ze kan groeperen. Nou, stel voor dat ik nu een nieuwe laag erbovenop zou willen maken. Om vervolgens misschien een ovaal om de lente te zetten. Om de zomer, om de herfst en de winter. Dan
kan het misschien wel gaan, maar dan komt die lijn toch wel een soort van door het hoofd van die personen. Dus ik doe die selectie nog even weg. Ik zou eigenlijk al die teksten wat hoger willen hebben, zodat ik niet met mijn lijnen door die hoofd heen ga. En dat zou je kunnen doen door nu in één keer de hele groep te selecteren en met het zwarte pijltje gewoon alles even wat hoger te plaatsen. Wel zo makkelijk dus dat dat in een groep zit. Ik selecteer nu die bovenste laag, die is nog leeg, maar daar ga ik nu een alfaaltje omheen zetten met een kleurtje, bijvoorbeeld via bewerken en lijn. De lente wordt mooi groen of zo, verzin maar wat. Mooi groen lijntje. Ik doe de selectie weg, selecteren, deselecteren of Ctrl-D. En vervolgens, ik zou natuurlijk nog een laagje kunnen maken om dan hier de zomer op te plaatsen met bewerken en een lijn. En de zomer laten we die dan maar geel maken. Nou, ook een twee pixelachtige lijn. Hier doen we dan er nog eentje. Dat wordt via bewerken en lijn de herfst. En laten we daar dan een bruin voor kiezen. Mooie herfstkleur. En je ziet nu dat ik geen nieuwe laag gemaakt heb. En dat betekent dat als ik het zwarte pijltje zou pakken, dat ik die twee tegelijk verplaats. Terwijl ik de lente in zijn eentje kan verplaatsen. Ja, en zo moet je goed opletten dat als je dingen onafhankelijk wil bewegen, dat je ze allemaal op een eigen laag zet. Want deze alleen, terwijl ik kan niet de herfst nu apart verplaatsen van de zomer. Dus let er goed op dat je als je een vorm wil bewerken, onafhankelijk van de rest, dat je dat dan op een nieuwe laag neerzet. En dit wordt dan de laatste. En die zet ik hier omheen. Een mooie blauw voor de winter. Bewerken, lijn en de winter. Nou, die lagen, als je er op een gegeven moment veel hebt, is het netjes om ze een naam te geven. Winter, zomer en de herfst. En de lente. En zo heb ik een stapel met lagen gemaakt. Teksten allemaal los te bewegen. En eventueel nog wat cirkeltjes eroverheen. Om het wat duidelijker te maken. De vier groepen van drie. Tot zover. Even teksten en kleurtjes allemaal op een laag.